Dus ook op de wijze waarop leden in de gelegenheid worden gesteld om ook invloed uit te oefenen op het beleid van de bank. Eén keer in de drie jaar dan blikken wij als directie een bepaalde periode vooruit. Hoe is het met het bezoek op de nog bestaande banken? Problemen die zij nog ervaren om dat op te kunnen lossen. Bedoeld om zeg maar richting te bepalen. Maar het gaat mij erom hoe het komt en wat de bank doet dat het zover komt. Ja. We hebben nu 1 maand een hoog marktaandeel. Dus we moeten even kijken van nou of dat doorzet. Gebrek aan kwaliteit werd gecompenseerd door kwantiteit. Welke rol zie je voor ons daarin weggelegd? Hebben we toen de juiste keuzes gemaakt? Meer aandacht geven aan het werven van leden. We houden niet van vergaderen voor vergaderen, maar toch vonden we het een keer noodzakelijk om een keer bij elkaar te zitten. Op pagina 13 staat ook het een en ander dat de Rabobank ook de rol van de ledenraad natuurlijk wat dieper wil gaan betrekken bij de bank. Nou, hoe gaan we dat invullen? Nou, dan heb je toch best wel een uur of anderhalf uur waar je concreet met elkaar kan praten over dingen die je bezighoudt. Maar het wordt op enig moment wordt het plenaire ingebracht en dan hebben we weer de wisselwerking tussen de diverse bloedgroepen. Bordelt vanzelf naar boven. Ga maar in discussie met elkaar. Om een brainstorming sessie te hebben met een van de leden van de directie van de bank.